Het zijn beelden die we inmiddels allemaal kennen. Zwaar verzwakte ebola-patiënten. Vele bezwijken aan de ziekte. Eerst een paar cijfers. In de drie landen waar de ebola-uitbraak zich concentreert, zijn nu zo'n 8400 patiënten geregistreerd. Bijna de helft daarvan is overleden. Maar die 8400 zijn eigenlijk nog maar een topje van de ijsberg. Waarschijnlijk is het werkelijke aantal patiënten minstens twee keer zo hoog. En als we helemaal niets doen, waarschuwen experts, zullen er in januari 1,4 miljoen ebola-patiënten zijn. Vooral omdat maar een klein deel in klinieken terecht kan. De rest wordt gewoon weggestuurd, gaat naar huis, gaat naar hun familie. Ja, dat betekent dat ze daardoor hun eigen familieleden worden verzorgd thuis. Dat betekent ook dat ze anderen zullen infecteren. Die waarschuwingen zijn er al langer. Maar wat Afrikaanse patiënten nu lijkt te helpen, is dat het Westen steeds banger wordt voor ebola. Er is iemand aan ebola overleden in Spanje. En in een hotel in Macedonië zou ook iemand aan ebola zijn gestorven. Bij nader inzien had hij teveel gedronken. Nederland was zenuwachtig over twee tropenartsen en de VS probeert op vliegvelden op ebola te controleren. Misschien wel om die ongerustheid sturen nu verschillende landen hulp naar het door ebola getroffen gebied. Maar Europa blijft achter. Ik vind het eigenlijk verschrikkelijk dat je dus ziet dat de Amerikanen hebben het inzet, de Cubaan hebben het inzet, de Engelsen hebben nu inzet. Maar op het Europees niveau blijft het akelig stil. En dan denk je, ja, hoe is dat mogelijk? Tekort aan hulp. En bovendien moet de hulp die er is ook nog naar alle hoeken van het ebola gebied worden gebracht. Maar wat bij alle onheilsberichten wel eens wordt vergeten: ebola maakte tot nu toe zo'n 4000 slachtoffers in Afrika. Ter vergelijking, aan aids sterven er ieder jaar meer dan een miljoen, aan malaria 550.000. Probleem is alleen: als er niets gebeurt, komen er veel patiënten bij en kan ebola net zoveel slachtoffers maken als die ziekten.